Achter die bal. Lerby. Goal! Ja, Roman Tukker stond nog niet op zijn plaats. Ajax profiteert ervan. Uurtje stond ook nog niet zo lekker in de ogen van Tukker. En Lerby, heel snel genomen die vrije schop. Let u nog even op doelman Tukker. Ziet die bal te laat. Ajax leidt met 1-0. We zijn 5 minuten onderweg. Geven op deze manier aan Schoenaken. Lerby kaatsen. Lekker voetbal van Ajax. Kea Molenaar. Langs Walter Waalderbos. Voorgegeven. Ingekopt. Kief. Op de paal. Onze goal. Prima aanval van Ajax. Op tempo uitgevoerd. Eerst via het middenveld. Naar Kea Molenaar. Langs Walter Waalderbos. Dan is daar Kief met het hoofd. Er is dan nog voorlopig even een redding van doelman Tukker. Komt die bal op de paal. Olsen is attent. Tikt die bal binnen. 2-0 na 8 minuten. Een snel doelpunt van Groningen. Prima voor de wedstrijd. Ingekopt. Schitterend ingekopt. Heel erg mooi. Daar is de vrije schop van Erwin Koeman. Daar is Walter Waalderbos. Daar wordt Spijkers gepasseerd. Het is 2-1 geworden. Van Veen loopt verkeerd op die bal. McDonald gaat alleen op Schrijvers af. Die blijft nog even wachten. Schrijvers wordt gepasseerd. McDonald scoort. Stand is 2-2. Nog steeds in de 31ste minuut. Naar het moment. Foutje tussen Cruijff en Leo van Veen. McDonald gaat door. Schrijvers is kansloos. En de stand is 2-2 geworden. Fout in de verdediging van Ajax. Lerby. Johan Cruijff. Hoekschop. Olsen en Cruijff. Lerby. Nogmaals die hoekschop. Daar wordt Steenge getrukt. Daar Cruijff. En let u even op, daar is dan even niemand bij Lerby. En die scoort zijn tweede doelpunt. En brengt Ajax opnieuw op een 3-2 voorsprong. Bij Ajax wordt er gewisseld. Leo van Veen gaat eruit. En Keukens knap. Jans, Keukens. Opnieuw Jans. Schot. Oh, wat is dit schitterend. Wat is dit prachtig. Applaus voor deze Groningse aanval. Prima. Begint bij deze man. McDonald. Doet alsof hij op Bud Brokken gaat spelen. Houdt een overzicht. Paast er helemaal op links. Doorgetikt door Keukens. Komt die bal opnieuw terecht. Bij Jans. En die komt dan met een enorme poeier diagonaal over een groot aantal meters. Schrijvers is kansloos 3-3. Wat een beauty van een goal. 18e minuut, tweede helft. Ede Ophof oog in oog met Johan Tukkers. Zijn aanloop. Schot en een goal. Ajax leidt met 4-3. Dankzij die benutte strafschop van Ede Ophof. Daar Ede Ophof. Tukkers zoekt een hoek uit. Kansloos. Ajax weer aan de leiding. Wat onnauwkeurigheden nu bij Ajax in de passing. Boeven. Lerby aan de buitenkant. Hier hebt u Lerby. Groningen verdedigt goed. Schoenaker. Kea Molenaar. Kief gaat naar de eerste paal. Ja, Schoenaker kan voor dichtbij. Goal! Dick Schoenaker beslist waarschijnlijk de wedstrijd. Een minuut of 9 voor tijd. Gave voorzet van Kea Molenaar. Alle aandacht van de Groningse verdediging ging naar Kief. Daardoor kwam Schoenaker helemaal vrij. Kijkt u nog maar eens naar. Kijk, niemand in de buurt daar voor Schoenaker. Kan zijn hoek in feite uitzoeken. En Ajax leidt met laatzien nogmaals. Wordt die bal voorgebracht door Brokken. En dan daar de overtreding. Strafschop Koeman en een doelpunt. Ronald Koeman brengt de stand op 5-4.
En Groningen heeft nog 6 minuten om Lapzij van de Amsterdammers te komen. Ronald Koeman, diep, helemaal vrij met Donald. Galtier zit ernaast, wordt aangetikt. En inderdaad, Geurts geeft een vrije schot. Daar dat moment nogmaals, niemand daar bij McDonald. Waar is die verdediging van Ajax, vraag je je dan af. En een laatste poging van Galtier en tikt daarbij Rob McDonald aan. Kans voor Groningen op de gelijkmaker. U ziet het Ajax-muurtje. Kijken of Galtier het goed op heeft gesteld. Jans, goal! Balverrichting veranderd. 5-5. Van alles kan hier vandaag gebeuren in de Meer. Het is ongelooflijk. De vrije schop van Jans. De bal werd verrichting veranderd. Galtier was kansloos en we staan weer gelijk. Let u op het muurtje van de Ajax-zijde. Daar is de schot. De bal wordt verrichting veranderd. Galtier heeft verkeerde been. 5-5. We hebben nog een minuut of 3 te spelen.